Moet ik daar nu op ingaan? Ja, ja. Bleef heel lang stil. Niemand zei dus ik dacht, oh. Ja, nee, ik kom niet per se uit een familie waar iedereen in de wetenschap werkt. Meeste HBO. Mijn moeder heeft fysiotherapie gedaan en mijn vader verpleegkunde. Maar ze hebben me wel altijd aangemoedigd. Mijn naam is Maaike de Boer en ik doe promotieonderzoek naar forensische fonetiek. Het houdt in dat we kijken naar manieren waarop je mensen kan identificeren aan de hand van hun stemgeluid of hun spraakkenmerken. En we kijken heel specifiek naar hele kleine stukjes van de spraak. Dus bijvoorbeeld het woordje als mensen aarzelen. En daar heb ik heel lang onderzoek naar gedaan om te kijken, ja, hoe zeggen mensen dat, hoe verschilt dat van elkaar en hoe consistent zijn mensen daar ook in verschillende settings. Bijvoorbeeld als zij hun eerste taal spreken, Nederlands, en als ze dan in het Engels zouden spreken, klinkt dan die precies hetzelfde of veranderen ze dat? Je kunt het verschil horen tussen een in het Nederlands en in het Engels. De klank, de klinker wordt aangepast. Maar andere dingen zoals de duur en de toonhoogte, die blijven wel gelijk. Dus je zou op zich, als je naar de goede dingen kijkt, kan je wel een persoon herkennen aan de hand van ook al spreekt hij een andere taal. Ja, bij forensische fonetiek lopen we er tegenaan dat mensen denken dat je dat best wel goed met de computer kan doen. Dus dat je er een geluidsbestand in uploadt en dat hij dan met een naam komt. Nou, in de werkelijkheid heb je minimaal opnames nodig van een verdachte om het te kunnen vergelijken. En bovendien kan een computer daar vaak niks mee, omdat de kwaliteit gewoon heel erg slecht is. Ja, wat ik hoop is dat alle kennis die we vergaren binnen het forensische veld, dus de forensische linguïstiek, dat het uiteindelijk echt wordt ingezet bij de politie en bij opsporing. Zodat er minder rechtelijke dwalingen zijn en verdachten ook beter worden behandeld tijdens hun proces.